Zet van Nijhagen. Hoe is jouw eerste profjaar verlopen bij deze ploeg? Mijn begin was heel goed. Maar daarna is het toch veel te bergaf gegaan ook. Ik heb hier en daar nog wel eens goed gereden, maar niet gelijk dat het in het begin was. Jullie zijn allemaal heel bescheiden, hè? We hebben daar net zo dat fantastisch palmares gezien. Maar ik kan me dat voorstellen, want jullie zijn ambitieus natuurlijk. Ja, we hebben veel van die mannen die je van de palmares gezien hebt, die zijn vertrokken. Dus. Bescheiden blijven, denk ik. Oké, dat is goed. Dus nu staan jullie. Ja, nu is het aan ons om te laten zien wat wij kunnen. En we zijn in de Kedelart, bij de sportjaar, hebben veel jongens veel voor gedaan. En die mannen die vorig jaar gewerkt hebben, die mogen nu zelf laten zien. Oké, ça va. Merci, Jeff.